Yo, what up gasten, dit is de FIFA Experience, weer een nieuwe episode van Starter from the Bottom. We zitten nu in divisie 8, dus dat betekent tijd voor een nieuw team. En kijk eens wat we hier hebben. We hebben een heel Frans team gemaakt. We hebben dus heel het Spaanse team hebben verkocht en we hebben het Frans team gekocht. Nou, je ziet Pogba, Matuidi, Nasri, allemaal goede spelers, maar toch voorin de spits, Henry. Ja, we hebben natuurlijk geen geld voor een legend, dus we hebben besloten om gewoon een goedkope legend te kopen. En dat is natuurlijk Henry. Dus we gaan er gewoon even mee spelen in divisie 8. Kijken hoe het gaat, hopelijk goed. Oké, tegen welk team gaan we spelen? Ben benieuwd. Het is Arsenal Lads. Oeh, ja, dat is een goed team hoor. Aguero, Yaya Touré. Wordt lastig. Ben Arfa. Ah, hij speelt goed hoor. Binnen naar buiten. Voorzetje. Waarom niet? Henry! Henry! The legend! Eerste balcontact, gelijk een goal. Oh no, nee, nee. Ah, nee, kom op, weg, weg. Sanja, Mogol! Jezus. Scoort zijn eigen Nasri. Helaas, staat nog 1-1, geen probleem. Zet zo even recht. Oké. Daar gaat Ben Arfa. Oh, kom op jongen. Ja, tuurlijk. Wat een goal hoor. Keeper was nergens jongen. Ben Arfa 5 star skills. Ah, Ben Arfa was los jongens. Oké, 2-1. Henry, Ben Arfa. Prima. Halen. Oei, oei, oei. Oh, terug, terug. Mangala. Mangala, wat doe je? Oh, bijna een eigen goal man. Maar, toch goed verdedigd. Weg. Ah, altijd die gornetjes. Dit keer Tseko. No. Eruit. En, ah, hoe kan dat nou weer, man? Weer die fucking Tseko. Ja, Henry. Henry, tuurlijk. Ben Arfa, maak die af. Ja, tuurlijk maak Ben Arfa af. Fucking gier dat hij er is. Fucking gier dat hij er is. Die goal was gewoon verdiend voor Henry, maar ja. Ben Arfa, die pakt ze af. Oké, wat staat er? 3-3. Ja, meenemen hoor. Maar Henry, Henry! Ben Arfa, Ben Arfa! Ja, tuurlijk, come on! 4-3. Weer Ben Arfa, jongens. Ik wilde eerst bijna Biabiani kopen, omdat hij natuurlijk kei snel is. Maar toen hebben we toch voor de skills gekozen. En kijk eens, hij schiet er nu toch al als een derde alweer. Nee joh. Kiep eruit. Is hij sneller? Ah, fuck. Is het bij het spel? Nee, ah shit. Wat een leuk. Good goal. Een echte counter. Helaas. Kom op, Henry. Ah, wordt er afgefloten. Terwijl Henry het net wilde beslissen. 4-4. Mooie pot. Helaas niet gewonnen. Volgende keer beter. Oké. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tegen wie moeten spelen? Aubameyang. En ook gewoon die rechtsbuiten, gewoon die brons is. For no reason. Ah, dit team. En waarom heeft iemand Mandzukic op linksbuiten staan? Nou. Dit team moet er gewoon keihard kloppen. Is ook weer nieuw in het veld. Henry. Henry. Oh. Oh. Henry. Oh, wat een goal. Kijk, en hij kan nog steeds hoor. Thierry Henry. Kijk eens hoe hij die actie maakt en hem afmaakt. Fucking legend. Nee joh, gaat hij wel niet ook bang. Kut goal man. Nee, nee. Het is gewoon zijn eerste kans en die schiet heel rijk erin. Oké, eerste helft voorbij. 1-1. We hebben een beetje pech gehad, hij had echt gewoon één kans gehad met een fucking Aubameyang. Henry, schuivertje, op de paal, oh jammer. Oké, komt hij op Henry. Henry, ja, Henry, 87e minuut. Staan we voor, 2-1. En wie anders dan onze legend Henry. En het is klaar, 2-1 gewonnen, prima, pot. Beetje pech met weinig goals, want we hadden heel veel kansen. Maar Henry heeft uiteindelijk ons toch nog naar de overwinning geholpen.
Oké, we hebben een paar nieuwe aankopen gedaan. Zoals je voorin ziet, zie je in de spitsen Lacazette. Links voor Mollo en rechts voor Biabiani. We hebben ook Caballé erbij gehaald en Mvia als CVM. We hebben ook nog Kabul. En voor de rest hebben we nog, even kijken. We hebben Debussy erbij gehaald. En ja, dat is het wel zo'n beetje. Dus dat zijn gewoon goede wissels die we soms even nodig hebben. Anders moeten we heel de contracten gaan kopen. Dat is een beetje zonde. Dus we hebben nu gewoon geprobeerd zoveel mogelijk wissels erin te zetten. En kunnen gewoon gelijk gaan beginnen. Let's go. Oké, tegen wie moeten wij spelen? Tegen Shamak Maibam. Even kijken hoor. Oh, hij heeft gewoon een Portugees competitieteam. Ook Mangala. Kan wel een leuke pot worden. Ton erop, man. Die tering kopbal van fucking Martinez. Caballé. Ah! Wat een schot van Caballé. Mollo dan. Nee. Nou, eerste helft. Helaas 1-0 achter. We hebben geen ene flikker kunnen laten zien. Hopen dat de tweede helft beter gaan doen. Yabiani. Ja, come on. Ton nog 1-1. 90ste minuut. Ja hoor, donder op. Donder op, jongen, met je KSI move. Altijd, jongen, terugspelen aan een lange bal. Zwak. Oké, nou, dit was het voor vandaag. We hebben dus een nieuw team. Frans team, doet het goed. We hebben helaas de laatste verloren, omdat we natuurlijk met veel wisselspelers spelen. En speelden, en die zijn natuurlijk niet zo goed. Dus gewoon hopen dat de volgende keer weer een paar potjes gaan winnen en divisie 7 komen. Later.